Welkom. Welkom beste mensen. Welkom bij Studio Roda. Studio Roda is de plek waar supporters, spelers en de club bij elkaar komt. Een tweewekelijkse talkshow waarin we natuurlijk interviews gaan afnemen met spelers en supporters en met de club. Maar waar ook een aantal items elke keer gaan terugkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Roda JC supporters Spotify playlist. En natuurlijk hebben we ook elke keer een challenge voor de spelers. Mijn naam is Joop Wolters en ik ben de host van Studio Roda. En ik kan daar natuurlijk zelf ontzettend veel over gaan vertellen. Maar volgens mij ben ik niet de juiste persoon om dat te doen. En daarom gaan we snel naar mijn eerste gast, algemeen directeur Martijn Wismans. Ja Martijn, welkom. Ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar welkom op de bank. Op de bank bij Studio Roda. Tof dat je er bent. Dankjewel Joop. Drie maanden loop je hier nou rond en ik ben eigenlijk ben ik even benieuwd. Heb je een toffe anekdote van iets in de eerste drie maanden? Ik heb wel een anekdote. Ik ging een paar dagen voor kerstmis wat artikelen afleveren voor de fanshop. Omdat dat ergens halverwege Kerkrade mijn woonplaats was. Dus richting het noorden van de provincie. Dus ik ging naar het adres, leverde een pakketje af aan een aardige mevrouw, waar ik even nog een gesprekje mee aanknoopte. En toen bleek zij de lerares Nederlands van mijn zoon te zijn. Kijk, dus daar zat al een link met Roda, maar ook nog een link zeg maar, op ja, zeg maar een soort van persoonlijk vlak. Ja, en inderdaad, het toont aan dat tot vrij ver noordelijk in de provincie we supporters hebben die artikelen uit onze fanshop bestellen. Dus dat vond ik ook wel mooi. Ja, mooi. Ja. En dat is ook een van de initiatieven, natuurlijk niet alleen vanuit de coronatijd, maar dat raakt misschien ook wel de warmte en het gevoel wat jullie willen uitstralen als het gaat over het nieuwe Roda. Dat is natuurlijk al heel vaak benoemd. Wil je daar even kort iets over vertellen? Ja, ik heb van heel veel mensen gehoord dat het echte familiegevoel, Roda was een echte familieclub, dat dat toch een beetje verdwenen is de laatste jaren en dat we dat echt weer terug willen gaan brengen. Ja, en hoe wil je dat gaan doen? Want dat is natuurlijk niet even zo, we brengen het terug. Nee, dat klopt. Dat is duidelijk. Wat heel belangrijk is dat we echt weer herkenbaar worden in de regio. Helaas, nu door corona worden ons een aantal mogelijkheden natuurlijk ontnomen. Maar we willen dadelijk wel echt weer we staan eigenlijk te popelen om weer naar buiten te mogen. En weer aan de slag te gaan met maatschappelijke projecten. Ja. De mensen natuurlijk ook weer in het stadion te kunnen verwelkomen. En dan ook te zorgen voor een goede sfeer in het stadion. En natuurlijk hoort daar ook een prestatie en op het veld hoort daar ook bij. Ja. Maar ook de hele sfeer in het stadion, daar liggen plannen. En helaas komen we op dit moment eigenlijk niet veel verder dan plannen en voorbereiden. We staan te popelen om weer naar buiten te mogen. Ja, en dan heb je het over met supporters. Maar ik kan me ook voorstellen met sponsoren. Hè. Deze tijd is natuurlijk een hele vreemde periode. Wat merk je daar in het contact? Ja, dat is inderdaad lastig. Heel veel online, heel veel digitaal. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk tegenwoordig heel veel, dus dat is dan weer goed. Hoe wil je dat vertrouwen, zeg maar, daarin terug, noem je straks in het begin, hoe wil je dat terug kunnen pakken dan? Ja, op dit moment inderdaad proberen we toch met de acties die we doen zoveel mogelijk onze supporters betrokken te houden. Een goed voorbeeld is ook wel dat we nu toch met alle clubs in de eerste divisie gezamenlijk mogelijk maken dat de wedstrijden in de derde periode live worden uitgezonden. Supporters hebben daarom gevraagd en we zijn heel blij met alle clubs gezamenlijk dat we dat toch mogelijk kunnen maken. Ja. En dat zit heel erg in supporters, maar je zegt van ja, weet je, we zijn toch wat de familieclub en dat gevoel vanuit vroeger, dat moet op een of andere manier weer terugkomen. Als je dan kijkt zeg maar in contact met sponsoren, met supporters, doen wat je zegt wat je doet, hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, dat vind ik een hele goede, Joop, wat je zegt. Zeggen wat je doet en vervolgens ook doen wat je gezegd hebt. Ja. Gebeurde dat niet? Ik merk toch wel in contacten met verschillende partijen om Roda heen, of het gaat om de gemeente of om sponsors, dat er toch wel een beetje vertrouwen verdwenen is. En dat krijg je op zo'n manier terug. Dus doen wat je zegt en zeggen wat je gaat doen. Ja, en daar is natuurlijk enorm werk aan de winkel. En dat gaat waarschijnlijk een aantal jaren duren om dat ook weer echt zo goed op de rit te krijgen. Hoe kijk je dan aan tegen dit jaar? Ja, we hebben dit jaar sportief gezien, uiteindelijk blijft het toch, voetbal blijft het belangrijkste, daar doen we het voor. Hè. We hebben de ambitie uitgesproken om mee te doen om de play-off plekken. We zijn realistisch gezien een club in de top 8 van de eerste divisie.
draait iets minder soepel natuurlijk. Eerste competitiehelft, we staan daar net iets onder. Ja. We houden vertrouwen dat we dat tweede competitiehelft wel kunnen ombuigen. En dat we echt mee gaan doen om de play-off plekken. Ja. En natuurlijk willen we uiteindelijk nemen we daar geen genoegen mee. Over een paar jaar moeten we wel echt die weg omhoog ingeslagen zijn. Dus op weg naar de Eredivisie, dat is in ieder geval... Op weg naar, zeker, zeker. Ja. Ja, als je kijkt naar het stadion, naar de historie van Roda, dan is dat waar we heen willen. Ja. Oké, okay, nou dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk om wat gebeurt er op dat veld. Je noemde een aantal projecten, maar ja, ook dit, Studio Roda, is natuurlijk ook een onderdeel van het nieuwe Roda. Ja, inderdaad. We willen goed communiceren, op een goede manier communiceren met onze achterban. En dat mag soms ook best wel een beetje kritisch. Het hoeft niet altijd alleen maar een goed nieuwsshow te zijn. Maar we willen de mensen iets meer laten zien dan alleen maar de 90 minuten van de wedstrijd iedere week. Dus kijk je achter de schermen bij de spelers of op kantoor. Dat willen we ook mogelijk maken. Ja, nou, het is mooi dat je het zegt, want dan gaan we daar natuurlijk ook mee aan de slag als we naar de... naar de supporter gaan die jouw plek gaat innemen. Ja. Ik wil je voor nu ontzettend bedanken voor je aanwezigheid en je openheid. En we gaan je absoluut nog terugzien. Dus dank, Martijn. Ja, en dat brengt ons meteen bij een van de andere items die elke twee weken gaan terugkomen in de talkshow. En dat is natuurlijk de terugblik, 45 seconden terugblik op de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Roda tegen de Graafschap. Verbeek, die het daar aardig neerlegt en het is al raak. Het is al vroeg raak. Ralf Seuntjes. En de bal nog aangeraakt. Met de hand geraakt. Ja, teubewijs naar de penaltystip. En Hoekstra wint en hij wint heel overtuigend. Van Huizen. Lengte genoeg, maar dan wordt hij daar bij de eerste paal binnengewerkt. Laag. Goed gedaan, Lelyveld kapt daar even heel makkelijk goppel uit. Liefdink. Het is 3-0 voor de Graafschap. Ze zijn uiterst effectief. Dit levert misschien wat op. Dit levert misschien wat op. Nou, maak af. En dat doet hij. Maakt zo. De Graafschap wint in Kerkrade met 3-1. Ja, 1-3 verlies. En natuurlijk niet de wedstrijd waar we op gehoopt hadden om Studio Roda ook mee te kunnen openen. Maar we gaan natuurlijk wel even... terugkijken op die wedstrijd. En dat doe ik zoals gezegd met een supporter. En inmiddels is aangeschoven Rob Aalders. Ja Rob, ik kan me voorstellen, dan zit je op de bank. Ja, nu hier, maar dan thuis. Vrijdagavond, wedstrijd begint. Met rust 3-0. Buikpijn? Nou en of. Een behoorlijke buikkrampen, zeg maar. Ja, dat was natuurlijk niet om aan te gluren. Zou ik zeggen. Een teleurstelling. Hè? Na de wedstrijd van NAC denk je van, goh... lekkere pot, goed gespeeld. En tegen de Graafschap is dat helemaal weg. Dus ik had echt het gevoel, ja, Roda is net als een schommel. Hè? Het gaat vooruit, net zo hard weer achteruit. En uiteindelijk kom je geen steek verder. Nee. En als je dan terugkijkt op de wedstrijd, waardoor blijft die schommel niet vooruit gaan, zal ik maar zeggen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Als we dat wisten en de technische staf ook. Maar als ik het jou vraag? Als je mij vraagt, nou, ik mis soms wat energie. Zo vaak wordt gezegd. En ook gewoon wat vernuft. Een combinatie soms met tactische keuzes. Ja. Ik denk dat in die mix, daar zit het hem ergens in. Hè. Dus niet één speler of alleen dat. Het is de combinatie van factoren. Ja, en als je dan terugkijkt, zeg maar, los van deze wedstrijd, even naar de eerste helft van dit seizoen. Wat voor nasmaak of wat voor gevoel hou je er dan aan over? Nou, qua spel vind ik het teleurstellend. Maar goed, dat geven trainer en technisch directeur zelf ook aan en spelers ook. Daar zou meer in moeten zitten. Mm-hmm. Dus op het veld vind ik het een beetje jammer waar we nu staan. Maar qua organisatie denk ik dat we flinke sprongen vooruit hebben gezet. En vind ik het mooi waar Roda nou aan bouwt. Ja, nou daar komen we dadelijk op terug. Maar ja, Martijn die zat net hier. Ja. Ik noemde Eredivisie, here we come. De weg van geleidelijkheid. Als ik dat zeg, nou is het meer een beetje de weg van de stagnatie als ik naar het veld kijk. Ja. Wat achter de schermen gebruikt heb je als supporter natuurlijk beperkte inkijk in. Ja. Maar ik weet dat daar ook hard wordt gewerkt. Wat niet altijd zichtbaar is natuurlijk voor zeker niet zichtbaar, maar ja, ik heb toevallig wat contacten ook met mensen die aan de club gewerkt hebben de afgelopen jaren. Dan weet je, dan krijg je wel mee dat er heel wat werk verzet is. En daar heb ik het volste vertrouwen in. Ja. Alleen zie je dat niet terug op dit moment op het veld? Nee, als het zo goed ging, zeg maar, op het veld als in de organisatie, dan hadden we nu wel op plek 4 of 5 gestaan. Ja. Voel je je dan, ik zal maar zeggen, als supporter af en toe ongeduldig? Los van dat je weet dat achter de schermen veel gebeurt, maar... Zeker.
Zeker, je wilt natuurlijk meteen terug naar de Eredivisie. Je kunt geen geduld hebben. Het liefst sterk nu ook gewoon lekker op West, ja, op mijn eigen plek. En als ik die jongens dan tegen de Graafschap zit, dan weet ik al dat ik met een hele schorre stem naar huis was gegaan. En vol met frustraties. Maar ik had in ieder geval wel laten horen wat we ervan vonden. Ja. En als je dan vooruitkijkt, zeg maar, naar wat nog over is van dit seizoen, de periode 3 en 4. Waar zit dan een soort van vlammetje dat je denkt, nou, ik hoop dat ik dat ga zien? Ik hoop eigenlijk meer te zien wat ze bijvoorbeeld bij NAC lieten zien. Ja. Dat spel. Daar waren ze toch echt overheersend. Helaas, het resultaat was er niet helemaal naar. Je ziet natuurlijk een paar jonge spelers die zich leuk ontwikkelen. Daar kan ik echt van genieten. Bouchouari en Fluke natuurlijk, dat soort spelers. Ja. Ook achterin, Lambrix en dergelijke, die doen het allemaal. Absalem, als hij terug is. Het is leuk om te zien hoe die zich ontwikkelden. Ja, en van de veteranen, om het zo maar even te noemen. Ja. De mensen met met behoorlijk wat ervaring. Daar wil ik ook graag van zien dat ze opbloeien natuurlijk. Daar zit iedereen op te wachten. Wat zie je nu niet? Nou, te weinig. Hè? En we gaan de discussies ook over van, ja, waar ligt dat aan? Hè? Zijn ze aan het afbouwen? Of spelen ze in een tactiek, in een opstelling waarin ze niet lekker thuis voelen? Dus, en eigenlijk hoop je, zeg maar, met alles wat je nu noemt, dat op een of andere manier toch goed gaat vallen. Ja, en dat er nog wat versterking komt op sleutelposities. Ja, en waar zie je dat? Ik lees natuurlijk wat dingen. De spits. Ja, de spits. Het echte aanspeelpunt. Ja, daar kun je ook van alles voor vinden. Maar op het moment, de spitsen worden weinig bereikt. Ja. Maar op het moment dat ze wel bereikt worden, gaat het vaak ook niet helemaal de goede kant op, om het zo maar te zeggen. Dus daar zit nog wel wat hoop dat je denkt, nou, daar zijn wel wat items waar we echt, ja, zeker linkerflank, maar ik vind ook vanuit het middenveld mag er wel wat meer aanvoer naar de spits zijn. Ja. Ja, goed, en of dat nou ligt aan hoe die spits zich opstelt of aan zijn techniek of weet ik wat, weet ik niet. Ja, het is allemaal natuurlijk niet, het blijft keukenkampdivisie. Ja, en het is natuurlijk ook radertjes waar je aan draait. Hè? Op het moment dat links is gebeurt, dan begint. Ja. Dat is wat er gebeurt. En om even in jouw metafoor van die schommel, nou, het is in ieder geval goed dat de schommel in beweging is. Ja. Hè? Want dat betekent dat je uiteindelijk vooruit kan komen. Dus laten we dat vooral op het veld hopelijk terugzien. Ja. Maar je noemde straks ook nog achter de schermen. Dat daar een hoop gebeurt. En daar wordt vaak natuurlijk gekeken, oké, weet je, club, sponsoren, voetbal, het gaat om geld. Maar volgens mij draait het ook nog wel om meer dan alleen maar geld waar je de club mee kan helpen. Ja, zeker. Nou, er zijn genoeg voorbeelden van clubs die ook met minder geld goed presteren, goed te scouten. Ja, zie je daar kansen? Ja, zeker. Dat hebben we in het verleden ook wel bewezen. Ik bedoel, als een andere club het kan, waarom zou Roda dat niet kunnen? Ja. Dat bewijst gewoon dat het kan. Dus je kunt ook met weinig middelen, is moeilijk, maar je kunt gewoon technisch hele goede keuzes maken. Ja. En dan toch gewoon in de middenmoot van de Eredivisie meedoen. Ja, dat vraagt wel wat van je. En wij komen natuurlijk van ver, we zijn wat aan het opbouwen. Ja. Ik denk ook dat het goed is om daar nu eens even de komende jaren de rust te bewaren. En de tijd voor te nemen. Maar desondanks moet je wel natuurlijk kritisch blijven en naar jezelf toe. En ook kijken waar je verbeterpunten zijn. Ik nodig jou in ieder geval dan ook uit, zeg maar, om als je het hebt over kritisch zijn, meedenken, vragen stellen. Hashtag Studio Roda, dat is iets waar wij natuurlijk heel benieuwd naar zijn. Eén, over deze uitzending, maar ook als er nog allerlei ideeën zijn. Dus ga dat vooral doen. Ja. Nou, je noemde achter de schermen. Ja, kijk waar we nu zitten. Dit is ook een soort van achter de schermen Studio Roda. Een nieuw initiatief. Als je het hoort, wat denk je? Ja, ik vind het geweldig. Ik zit er nu zelf. En ik zei, je beleeft als supporter natuurlijk wel een afstand tot de club. Dat gat is natuurlijk groot, je komt niet meer naar het stadion. En zo'n online programma helpt dan wel om de binding met de supporters te houden en verder uit te breiden. Ja, want sport, voetbal is natuurlijk emotie. En wat volgens mij ook enorme emotie is muziek. Ja. En dat is een van de dingen waar we ook hier met Studio Roda mee aan de slag gaan. De Spotify playlist voor de Roda supporters. En jij hebt de eer om het eerste nummer toe te voegen wat voor jou echt een gevoel geeft van, weet je, Roda gevoel, jouw gevoel, wat je er graag in wil hebben. Ja, met die vraag had ik eigenlijk vrij snel een antwoord. Het is misschien een muziekstijl die ik niet vaak luister. Maar True Love van Born From Pain. Ja, dat is True Love. Een band uit de buurt van Roda supporters. Is keihard, maar heerlijk om op te zetten voor een wedstrijd. Kun je je voorstellen hoe dat klinkt in een vol stadion en dan dat nummer? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zet het keihard in mijn auto op. Als ik naar een wedstrijd ga wel eens. En dat,
Ja, dat vind ik gewoon hartstikke schitterend. Daar word ik helemaal warm van. Nou, True Love komt als allereerste nummer in de Spotify playlist van Roda supporters. Dus die gaat door het stadion galmen. Top. Ik wil je bedanken voor je komst. Ik wil je bedanken voor het toffe gesprek wat we gehad hebben. En ik ga je vast en zeker nog een keer terugzien. Dus dank. Dat hoop ik wel. Dank voor de uitnodiging. Nou, geen enkele dank. En daarmee gaan we ook richting onze laatste gast. Een van de spelers. Hij maakte in 2017 zijn debuut voor ADO Den Haag tegen VVV Venlo. Hij is een jaar verhuurd geweest aan MVV en momenteel speelt hij natuurlijk voor Roda JC. Je mag dus eigenlijk wel zeggen een Hagenees met toch wel een soort van Limburgse roots. En vandaag is hij onze gast in Studio Roda. Tijmen Goppel, welkom. Goedenavond. Meteen een factcheck. Een typische Limburgse versnapering. Limburgse vlei toch? En je hebt, hoe heet dat met carnaval ook alweer? Zo'n iets met suiker, ik weet niet hoe het heet. Nou, dit is anderhalf punt. Limburgse vlei sowieso, maar... Een nonnenvot. Nonnenvot, juist. Die zijn lekker. Nou kijk, daar hebben we er eigenlijk al twee te pakken. Hoe zeg je kerkraden in het dialect? Is het niet iets met kerkraden of zo? Kerkraden? Nou, het lijkt erop kiersrooi. Kiersrooi, geen idee. Dus, korte fact. Ik hou het lekker bij kerkraden. Nou oké, kerkraden. Hey, ik ben even op jou gaan googlen. En wist je dat als je Tijmen Goppel gaat googlen... Google geeft altijd een soort van opties zeg maar, waar je op kan googlen. En het eerste wat ik zag was Tijmen Goppel en dan de Wikipedia-pagina. Ja. De tweede was Tijmen Goppel vriendin. En de derde was Tijmen Goppel FIFA 19. Jij bepaalt de eerste vraag. Welke van de drie mag ik iets over vragen? Doe me lekker FIFA, joh. Waarom over niet? FIFA? Ja, joh, waarom niet? Oké, zou je jezelf kiezen? Nee. Waarom niet? Ja, ik ben niet goed genoeg op FIFA. Zou je jezelf als FIFA-speler kiezen? Dus als jij je team mag samenstellen en je kan kiezen voor Tijmen Goppel? Nee, dat kies ik mezelf niet. Nee, en waarom niet? Ja, niet goed genoeg, maar wat is dan niet goed genoeg? Ja, je moet eens kijken wat je op FIFA allemaal hebt, jongen. Dat zijn spelers, dat is niet normaal. Dus je kan niet iedereen kiezen. Dus. Ja, oké, maar wat zou je dan willen? Het is leuk om met jezelf te spelen, maar... Als ik een team kan maken, dan ga ik niet met mezelf spelen natuurlijk. Nee. Zou jij nodig hebben voor jouw gevoel om soort van wel gekozen te worden in FIFA? Wat zijn ik denk dat ik op FIFA, ik weet niet wat mijn snelheid was, maar ik denk dat ik hoop dat ze me wel redelijk snel maken. Dus dat is wel fijn op FIFA, maar... Want dat is één van je kwaliteiten? Ja, zeker. Maar voor de rest, het is leuk om met jezelf te spelen, maar... Oké. Daar blijft het wel bij, denk ik. Ja, hey, afgelopen vrijdag. Ja. Hoe was het? Nou ja, ik denk ze zelf niet goed gespeeld en als team ook niet goed gespeeld, dus dan verlies je met 3-1. Ja, en dan kom je thuis. En ja, hoe word je dan zaterdagochtend wakker? Kut man. Ja, ik zeg heel eerlijk, als je verliest is het wel even kut. En normaal, het is altijd kut, dus het maakt niet uit van wie, als het van de Graafschap is of weet ik het wat. FC Volendam, dat maakt echt niet zoveel uit. Het is gewoon kut. Ja. En dan ben ik gewoon benieuwd, dan sta je 0-3 met rust, maar kom je de kleedkamer binnen. Neem eens even mee naar zo'n moment. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, als ik voor mezelf spreek, als we 3-0 achter staan, dan weet je, als je lekker in de wedstrijd zit, ga je wat beter voetballen. En tegen de Graafschap had ik voor mezelf, omdat ik vanaf het begin niet inkwam en ook niet erin ben gekomen. Dus als je dan 3-0 achter staat, dat scheelt, helpt niet mee. Nee. Maar zou je dan niet iets moeten hebben dat je denkt, potverdomme? Ja, ik weet het ook niet. De ene wedstrijd speel hartstikke goed en de andere wedstrijd gaat het wat minder. Ik bouw langer dat ik ervan geniet, laat maar zeggen, dan wanneer we winnen. Dan geniet ik er even van, maar dan is het snel weer voor me. Als je verliest, dan bouw ik er langer van dan dat ik van een winst geniet. Raar is dat, maar dat... En nu? Hoe is het nu met je, zal ik maar zeggen? Ja, weer twee trainingen achter de rug, dus dat is wel fijn. Maar ik bouw nog steeds van de wedstrijd, tuurlijk. Ja. Hey, en als je gewoon eens even kijkt naar je eigen rol in het veld en misschien ook wel niet je ambitie uitspreekt, maar iets waar jij zelf beter in wil worden. Wat zijn dan dingen waar je denkt? Nou ja, ik denk dat ik ben in het begin van het jaar heb ik wat wedstrijd gespeeld. Toen heb ik een tijdje wissel gezeten. Ja. Langere tijd. Toen ben ik er wel weer ingekomen en volgens mij heb ik sindsdien wel redelijke wedstrijden gespeeld en gaat het steeds beter. En merk ik dat ik steeds belangrijker word voor het team ook. Ja. In de dingen die ik doe en de dingen die ik kan. Alleen moet ik, wat ik al vaker heb aangegeven, nog wat meer rendement. Ik kom er altijd wel, ik creëer veel kansen. Ik denk, als je elke samenvatting ziet, dat ik er wel redelijk vaak in voorkom. Ja. Alleen, dan moet ik wel de kans... Dat, precies, dat einde
De laatste paas, de laatste schot, dat moet beter en dat weet ik. Dus, Alright. Hey, en dan ben je hier in het Limburgse, even los van het voetballen. Je komt uit Den Haag. Hoe is het hier? Nou, de mensen zijn hier allemaal heel aardig. Je merkt, ze zijn wat netter. Ja? Dus dan in het westen. Ja, merk je wel, als je in de stad loopt, zie je bijna niemand in trainingspak. Ja. In Limburg, dus dat is wel wat anders. Ja. Maar nu met corona ben ik ook weinig in de stad, dus merk je er ook weinig van. Dus of ik nou thuis in het westen zit of hier, ik doe eigenlijk hetzelfde. Het is natuurlijk een vreemde tijd. Ja, stadions zeker. Zijn leeg, geen publiek. Ja, zitten normaal gesproken je ouders op de tribune? Ja, die kijken elke wedstrijd, zeker. Echt, als ze hier kunnen zijn, zijn ze? Ja, altijd. Mijn vader en mijn moeder die kijken elke wedstrijd. Dus ik vind het wel jammer eigenlijk dat ze niet meer kunnen kijken. Hey, maar niet alleen hun, maar ook voor iedereen. Ik denk, als je het stadion nu zo... Yep. Staat het licht aan daar, is mooi. Ja. Dan zie je pas hoe mooi het stadion is eigenlijk als je hierboven zit. Dus, toch even terug, dan verlies je. Dan heb je een bepaalde wedstrijd gespeeld. Ja. Je hebt daar zelf een bepaald gevoel bij. Belt pa wel eens op? Hey, Tijmen. Jawel. Ja, hij is gewoon eerlijk. Hij zegt als ik slecht gespeeld heb, maar ik moet zeggen... Met het zelfbeeld zit het ook wel goed. Als ik een slechte wedstrijd speel, dan zeg ik dat en dan weet ik dat. Ja. En als ik een goede wedstrijd speel, weet ik dat ook. Dus, Hey, en de rest van het seizoen? Ja. Nou ja, ik denk dat tegen Jong, AZ en tegen NAC heb ik het goed gedaan. Ja. En iedereen zat heel goed erin om na een slechte wedstrijd te zeggen dat het heel slecht was. En dan zijn we de twee wedstrijden daarvoor weer vergeten. Dus, ik heb deze week gezegd, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Nu heb je gewoon een reeks waar je gewoon punten moet pakken. Ja. Dus daar moet het gebeuren? Ja, zeker. Ja. Moet zeker. Het is wel grappig dat je zegt, het rendement, dat mag af en toe wat meer zijn. Daarom heb ik meteen een uitdaging voor je. En dat gaat om rendement, dat gaat om scoren. Ja. En dat is de challenge. En ook dat is een van de twee wekelijks terugkerende items. De challenge en degene die we met de timing gaan doen... Gaat erom om de bal timen uiteindelijk in de goal te krijgen vanaf de plek waar Studio Roda opgenomen wordt. En dat is een uitdaging, het is een onhandige plek, maar jij kan meteen laten zien aan je spelers, aan supporters wat jij in huis hebt. Ja, maar van waar moet ik dan? Vanaf hier moet ik beginnen? Ja, dat ga ik je daar laten zien. Ik ben benieuwd, man. Welkom bij de challenge. Ja, de challenge timen. Jij neemt letterlijk de aftrap van de challenge en het is eigenlijk heel simpel. Er ligt een bal klaar, er is een doel, de bal moet in het doel vanuit de plek van Studio Roda. Succes! Benieuwd. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het zien, man. Zet hem op! Het zou slecht zijn als ik echt heel slecht begin, hè? Dus ik doe even mijn schoenen. Dat is aan jou. Nou, de schoenen gaan al uit, zie ik. Ja, maar de deur moet ook niet open dichtwaaien. Zet de deur goed, de bal ligt klaar. Ik neem een aanloop zelfs, jongens. Als je er klaar voor bent, here we go. Ja, ik ben wel zenuwachtig. Gewoon dat is man. Goed, dat is goed. Jij de legt de eerste lat. Van het jaar. Nou, nee, zo. Het is moeilijker dan je denkt, man. Waar ligt die? Even voor ons. Echt heel ver, bij Huissport Oranje. Huissport Oranje? Ja, bij het bord daar. Oké, hij ligt een metertje of 15 van de goal. Ja, het is ver, man. Het is ver, verder dan je dacht? Ja, sowieso. Dat, heb je een tip voor je collega-speler die dit ook doet? Ja, doortrappen, man. Echt doortrappen. Ja, doortrappen. Ja. Vol gas erop. Ja, en eigenlijk... ja, het is echt ver. Ja, en dus eigenlijk wat jullie als Roda en als team ook gaan doen... Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. Alright. Ik wil je ontzettend bedanken voor je komst. Leuk dat je er was. Ja, ik vond het leuk. Dus. Nou, mooi. Hey, we zien je. Yes. En daarmee zijn we meteen aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Studio Roda. De plek waar supporters, waar de club en natuurlijk de spelers ook echt een stem en een plaats hebben. En dat betekent over 2 weken gaan we verder. En ook dan hebben we weer de challenge. En hebben we ook weer de Spotify playlist en een aantal interviews met spraakmakende gasten. En dat betekent dat we heel graag van jou horen wat je ervan vindt. En spreek erover en schrijf erover online en gebruik daarbij #StudioRoda. Voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.